Kunstenaar Jan Ketelaar werkt al meer dan 2 jaar aan zijn kunstwerk Wachten op Hoogwater. Het kunstwerk bestaat uit 2 meters hoge beelden die in 2018 bij Holwerd moeten komen te staan in het kader van het project Sense of Place. Ketelaar haakt graag aan bij LBD 2018, maar maakt zich ook zorgen over de financiering van zijn werk. Heb je er zin in 2018? Ook. Ook? Ik bedoel, ja. Maar ook. Ja. Hoezo ook? Omdat het spannend is dat het op een bepaalde manier heel mooi kan worden en ook heel vervelend. Maar ik moet kiezen. Dus ik zeg van ja, ik heb zin in en het wordt hartstikke mooi. Wat is mooi voor jou? Wanneer is die culturele hoofdstad geslaagd? Wanneer is het mooi? Voor mij is gewoon als iedereen op zijn of haar gemak is en denkt van god, wat hebben we het mooi. En wat is het? Dat het gewoon gezellig is. En daarnaast komt dat het misschien financieel of geestelijk verrijkt. Maar in eerste instantie moet je met elkaar op de plek voelen en het fijn met elkaar hebben. Dat vind ik mooi. Het tragisch realisme presenteert. Uit de serie Open Deuren, gedicht over de Haalturele Kutsteert. Gemeenschap. Heel graag heb ik gemeenschap. Gemeenschap vind ik fijn. Hoe meer gemeenschap dat ik heb, hoe minder heb ik pijn. O, synergie, waar zijt ge? Laat ons toch niet alleen. Laat pikken op de horizon zetten. Gezichten in dezelfde richting doen gebeuren. Kruisen bestuiven. Veel kruisen. Uiteindelijk komt alles goed. Je dicht over synergie. Je hoopt dat er tot in de meest letterlijke zin gemeenschap ontstaat. Ja. Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Dat weet ik niet. In zekere zin moet iedereen echt doen waar hij zin in heeft. En rekening houdend met de ander. Dus ja, dat is het in de kern. Wat ga jij doen in 2018 als alles gaat volgens plan? Ik probeer dit beeld af te krijgen, Wachten op Hoogwater, dat probeer ik klaar te krijgen. En ik wil heel graag nog proberen dat Martin Simek, de burgemeester of de commissaris van de Koning, en nog een bekende zakenmens en een bekende kunstenaar interviewt over liefde, verlangen en idealen in de harmonie. Dat zou ik heel mooi vinden. Ga je nog dicht in 2018? Is er genoeg plek voor de poëzie in het programma? Ik neem het aan. Maar ja, ik hou me nou vooral hier met dit beeld bezig. Maar ik ben weer een nieuw repertoire aan het opbouwen, ook voor de Poetry Slam. En ik moet kijken hoe dat allemaal verder gaat. Maar eerst verder met Wachten op Hoogwater, want zo heet het beeld, hè? Hoogwater, ja, zo heet het. En wat gaat ermee gebeuren? Waar komt het te staan? Als alles goed gaat, komt het in Holwert op de dijk. In Holwert heb je Holwert aan Zee. En daar zijn een club enthousiaste ondernemers die graag willen dat daar de dijk weer doorgebroken wordt. Of al dan niet een sluis. En dat, dat je daar Friesland weer in kunt varen. En dat op zo'n manier ook Holwert weer meer gaat leven en meer beleeft wat er niet iedereen zoals het spoor naar Ameland gaat. En doordat dit plan groeiend is, dus al meer enthousiasme voor, zijn daar ook alweer wat huizen verkocht en minder leegstand. Dus er staat iets aan te komen. En zij willen ook heel graag dit beeld hebben. Maar dan moeten ze nog even wat financiële middelen regelen. Ze zijn in elk geval wel tot in de, voor wat dat waard is, dat in de Tweede Kamer geweest. En er is enthousiasme over vanuit de Waterclub en vanuit het Frieske Geer om daar weer de boel onder water te zetten. En er is veel enthousiasme al voor, maar het is nog niet genoeg en er is nog geen geld.